Marieke Jager was in Stadsmuseum Groenlo en Micha Wertheim in het Kruller-Müller Museum. Ja, jij zei meteen, ja, je dacht, ja, zo, zei je, zo. Ik had niet goed opgelet. Dat is niet erg. Wacht, microfoon tegen je aan. Ja. Ja. Ja, je had niet, maakt niet uit, maakt niet uit. Dacht jij meteen, dit wordt een film, toen jij daar was? Nee. Hoe ging het? Hoe je ging daar heen? Nou, het ging zo dat... Wacht, microfoon ietsjes dichterbij. Ja. Iets dichterbij, ja. Ja. Het ging zo dat ik mocht kiezen waar ik heen wilde. En toen dacht ik, nou laat ik dan maar iets kiezen wat me heel erg leuk lijkt. Dan verveel ik me tenminste niet. En toen belde ik op met het museum. Dacht ik, leuk, kan ik daar in mijn eentje rondlopen? Dat vonden ze goed, maar dat had ik verkeerd begrepen. Want je mag daar maar in je eentje rondlopen vanwege de verzekering. Dus toen liep ik daar rond met een suppost. Een hele dag die nooit verder dan 4 meter van mij vandaan was. Voor het geval ik van Gogh zou stelen. Ja. Ja. Maar het was, ja, het was wel leuk. En toen dacht ik, ja, waar moet ik het over hebben? En toen was ik dat boek gaan lezen, die biografie van Helene Kruller-Müller. En toen kwam zo'n beetje op het idee van dat het aan de ene kant een hele mooie plek is. En aan de andere kant, als je dan heel woke bent, dat je tot de conclusie komt dat er helemaal niks van deugt. Ja. En dat het leuk is dat het er toch is. En dat is dan ook wel weer leuk om te ontdekken, toch? Dat er een soort boef is. Ja, was eigenlijk stond ik al op dat standpunt voordat ik daarheen ging. Dus het is niet dat ik daar tot de conclusie kwam. Oké. Okay. Dus dat is niet helemaal eerlijk. Maar ik vond dat huisje vooral leuk. Dat huisje... Van Joep van Lieshout bedoel je? Ja, dat wil zeggen, dat vind ik altijd een beetje... Ik vind een hele mooie beeldentuin en dat huisje snap ik het minste van wat daar staat. Toen dacht ik, dat is wel grappig als ik daar dan mag wonen een week of zo. En dat was ook de bedoeling? Of vroeg jij daar zelf Nee, dat heb ik zelf geregeld. Wat goed. En ik zei van, kwam je toen op het idee van ik maak er een filmpje van, want je bent, met cabaretier. Vanwege corona dacht ik, als er zo heel weinig mensen in de zaal waren, toen moest er ook iets gefilmd worden. Toen dacht ik eerst dat het alleen maar een film moest worden. Ik had gewoon mijn mail niet goed gelezen. Dus ik dacht, wacht even, het theater gaat niet door, dan moeten we er een film van maken. Toen ging het theater toch weer door, toen had ik dat idee al. Ja. En toen dacht ik, ja, ik heb nu al een idee, daar hebben ze voor me betaald, ik ga niet weer een idee bedenken. Plus dat ik het ook wel een leuk idee vond. Het is ook wel... Heel erg leuk geworden, vind ik. Vrij hilarisch. Ja, en ik ben niet echt een kunstenaar dan, denk ik. In de zin van dat jij maakt dan een mooi liedje en je net hiervoor ook al. En denk ik, ja. Ja, maar nou zit je jezelf... Het gaat er toch om dat juist mensen zijn uitgekozen om van wat doe je met zo'n plek? Weet je wel, dus jouw vorm is of cabaret of... Weet je wel, of je mag ermee doen wat je wil. En ik vind het... Ja, ik vond het wel heel tof. Nou, leuk. Toffe weg van de snelweg. Ik werd wel helemaal teruggezogen in mijn Nou ja, het Erfgoedfestival is toch een soort weg van de snelweg? Dat is het. Ja. Dat is, ja. Marieke, mocht jij dat ook uitkiezen, dat Stadsmuseum Groenlo? Want dat was een soort, met heel veel wapens en gedoe. Of werd jij gewoon daar neergezet? Ik werd daar gewoon neergezet. Want jij heet Jager, dus dan moeten ze iets met wapens en zo. Nee, ik werd daar gewoon aan gekoppeld, inderdaad. Ja, want alle keuzes waren natuurlijk al weg. Ja, nou, dat geeft niet. Ik weet je, het is sowieso heel spannend en open. En ik denk, geen idee wat me te wachten staat, dus zet mij maar ergens neer. En toen kwam je binnen. En hoe ga je dan te werk? Eerst rondlopen, want je bent op een gegeven moment geluiden gaan opnemen. Maar hoe gaat dat dan in jouw hoofd? Ja, nou, je gaat daar naar binnen en denk je, oh ja, dan moet je dus geïnspireerd raken. Wat natuurlijk best wel absurd is en moeilijk, vind ik. Want dat hou ik eigenlijk niet zo van, dat het dan moet. Maar tegelijkertijd een uitdaging. En ik ben daar gaan rondwandelen. En er werd me van alles verteld. En ik ben rondgeleid. En toen ben ik een beetje gaan zoeken. Ook op weg naar huis had ik eigenlijk wel al heel snel het idee van... Laat ik dan iets met geluid gaan doen sowieso. Want ja, ik maak graag muziek. En hoe maak je nou geluid met een museum? En toen kwam het idee me op om heel voorzichtig te vragen of ik alles achter dat glas vandaan kon trekken om het met een microfoontje op te nemen. En dat mocht wel, in tegenstelling tot Micha, die mocht ongeveer nergens in de buurt komen. Nee. Maar dat is misschien dan wel juist zo'n wat kleiner museum, dat ze iets toegankelijker zijn? Of zijn ja, het is een klein museum, maar ook gewoon, het was sowieso een heel warme ontvangst. Ik heb er ook gewoon een halve dag thee zitten drinken en... Zitten kletsen en op een gegeven moment kwamen er 4 vrijwilligers en die kwamen met sleutelbossen aan om mij te helpen om alles achter dat glas vandaan te krijgen. Maar het ging heel goed, ik mocht de sabels eruit halen en de kogels en de geweren en
hagel, van alles. Maar toen waren er nog muntjes en ik vond die muntjes zo mooi. En ik dacht, het geluid van die muntjes was ook heel mooi, maar die lagen onder een soort glazen plaat en daar waren zuignappen voor nodig. Nou, toen moest er toch wel iemand even gebeld worden, weer een nieuwe vrijwilliger van de hoek. En die kwam weer met een bos en die heeft 18 sleutels geprobeerd. En toen vond hij de kast waar dan die zuignappen stonden. Met veel dank, bij deze nog een keer, zijn dus die muntjes daar... Want zuignapjes om ze eruit... Ja, om dat glas omhoog te tillen. Oh, dat was het, ja. Ja. Okay. Maar ik heb dus al die... alles mogen opnemen. Dus gewoon met een setje daar naartoe. En heb je dat eerder gedaan? Dat je, want het, je was als een soort... Je hebt van die audiokunstenaars, hè, die overal geluiden opnemen. Ja. Dus daar was je wel mee vertrouwd of zo? Dat je... Nee, niet echt. Niet op deze manier. Ik heb wel voor mijn laatste plaats wel... Ben ik daarmee begonnen... heb ik op een gegeven moment iets wat ik heel moeilijk vond om weg te doen uit huis. Wat gewoon te veel ruimte innam. Dacht ik van nou, dan gaat het weg. Maar laat ik dan in ieder geval het geluid opnemen. En dat heb ik later ook gebruikt in een nummer. Wat was dat? Dat was een eerste stapje. Ja. Sorry? Wat was dat wat weg moest? Nou, het was een oud theaterdecor. En meestal zijn dat soort decors, dat wil je dan eigenlijk bewaren. Want ik vind dat dan fijn. Maar dat paste gewoon niet meer, want ik kreeg 3 kinderen en die wilden ook spelen. Hoe klinkt een theaterdecor? Nou, luister maar eens naar het liedje The Burning Sun. Okay. Dat is, ja. Maar toen ging je dus met die... allemaal, want dat klinkt, dat was ook in het begin. En je hoort allemaal kleine rammeltjes en dingetjes. En dat, zijn, ja. en dat kwam ook hier allemaal in voor. Hè? Die harde klanken, dat was ook... Ja, het hele nummer is eigenlijk is vol van die gebouwd op alles wat je hoort. Op dus de toetsen en de gitaar en mijn stem na... is geluid uit het Stadsmuseum. Dus en dat zijn dus, wat ik dan mooi vind, is dat het geluiden zijn uit de 16e eeuw. En het mooie is dat je alles vergaat, gewoon ook verhalen veranderen of vergaan of worden aangepast. Maar zo'n geluid klinkt nu exact hetzelfde als toen. Dat vond ik eigenlijk, ja, dat realiseer ik me nu pas. Misschien hebben andere mensen dat al heel lang door. Maar ik vond het een heel mooi gegeven dat je dus de geluiden van toen gewoon letterlijk nu weer hoort. En ik had ook een lievelingsgeluid, dat was het harnas. Dat vind ik echt waanzinnig. En een zware kogel over de vloer, dat hoor je allemaal. Ja, er zit erin. Ja. Prachtig. Waar moet volgens jou met zo'n project het over gaan? Wat moet je... Dit project? Ja. Nou, wat ik eigenlijk heel leuk vond aan dit project, is dat het een leuke opdracht is. Dat is echt best wel zeldzaam, want jij zegt net over dat je geïnspireerd moet raken. En aan de ene kant, op het moment dat ik daarheen ging, had ik opeens heel erg de pest in dat ik ja had gezegd. Omdat ik dacht, oh, nou moet ik daar iets gaan maken. Maar als het dan lukt, als je iets gemaakt hebt, is dat eigenlijk hartstikke leuk. En meestal het als ik van... iets maak, dan moet ik helemaal uit mezelf iets bedenken vanuit het niets en het moet iets worden. Dus leuke opdrachten zijn eigenlijk best wel zeldzaam, althans in mijn leven. Dus ik ben het Erfgoedfestival heel erg dankbaar dat ze zo dat soort opdrachten geven. Ik vind het dan ook heel leuk te zien hoeveel dingen mensen maken. En ik vind het ook wel een soort metafoor van wat je volgens mij moet doen als je naar zo'n museum of locatie toe gaat. Je gaat erheen en... dan moet je daar zelf ook iets van maken. Het is niet alleen maar kijken. Nee, je moet zeg maar, die geschiedenis weer transformeren naar het nu. En via jullie, via jullie eigenlijk. Ja, maar ik denk dat iedereen dat doet. Alleen dit is dan een soort gestileerde versie ervan. Maar in principe, een leuke manier van ergens heen gaan... is dus inderdaad weglopen en denken... hey, de muntjes die daar liggen, als die laat vallen... klinken ze hetzelfde als toen, vind ik. Dat had je toch nooit bedacht als je niet hierheen gestuurd was. En dan, want waarom zei je, ik had de pest in dat je ja zei, en Marieke had eigenlijk ook zoiets, want je wil eigenlijk helemaal niet gedwongen worden tot iets. En klinkt het dan als een beetje van, oh god, ze hebben weer een idee, hè, dus moeten kunstenaars, moeten... Nee, helemaal niet. Nee, dus ik vind het dus heel erg leuk. Alleen op het moment dat je het moet maken, denk je opeens, oh god, ik kan helemaal niks, ik weet dat ik helemaal niet... En ik had ook gewoon hier lekker rond kunnen lopen en dan, dat ik weer naar huis mocht. Waarom doe ik dit eigenlijk? Toch is het leuk. Ik doe het ook wel. Vroeger deed ik het wel eens dat als ik naar een museum ging, dat ik dan, al was maar een obscuur krantje of zo, zei van mag ik er een recensie over schrijven? Puur omdat ik dan gedwongen word om dat te formuleren. Ik denk dat wat minder ijdele mensen gewoon in hun dagboek dan gaan zitten formuleren, maar dat kan ik het niet opbrengen. Ja. Dus dan is het fijn om iets te moeten maken ermee. En als je er iets mee maakt, als het dan gelukt is, dan is het leuk. Ja, en dat is ook echt de bedoeling, hè, Marieke? Ja, ik zie bij jou wel een soort hele cd waarin je verschillende locaties gaat bezoeken. Nou trouwens, jij ook met die hartstikke goede filmpjes.
Toch smaakt het naar, denk je van... Ja, het was al selecteren van geluiden, sowieso. Maar ik was stiekem bijna allemaal wel gebruikt, denk ik. Maar je kan met geluiden heel veel maken. Ja. Sowieso al, alleen al met deze collectie, zeg maar. Maar dat, inderdaad, dat kan je op meer plaatsen zo doen, ja. Ja, en wat zijn je plannen nu? Nou, ik vind dit, ik weet niet... Ja, als ik mezelf zo in mijn ontwikkeling zie, zo denk ik van ja, dat komt dan niet helemaal uit het niets met die geluiden. Dat ik wel een soort voorliefde ontwikkel voor geluiden. Dat ik dat mooi vind en dat komt hier dan echt helemaal naar buiten. Dat vind ik dan mooi om te zien. En ik denk wel dat ik dat voort ga zetten ook. Van ja. Dat komt op een gegeven moment binnenkruipen en dan ga je daar ook weer iets anders mee doen. Ja. Vast en zeker. Nog even, want sorry, dat was ik bijna van door die geluiden word je helemaal meegenomen. Maar de tekst Freddy... Waar, wie heb je genomen? Ja, het is eigenlijk een soort liefkozend voor Frederik Hendrik, die het leger leidde destijds en Groenlo weer heroverde. Dus ja, het is een lied wat eigenlijk aan hem is geschreven. Opgedragen eigenlijk? Ja, want weet je, dat muziek is één, inderdaad die geluiden, maar qua tekst ook. Van ik schrijf niet graag over hele grootse thema's, dat vind ik gewoon te moeilijk ofzo, of dat ligt me dan niet. Dus ik zoek vaak iets kleins, iets menselijks, wat ik misschien wel begrijp. En ja, er was ook daar een ruimte in het museum waar gewoon allemaal portretten hingen. En hij hing daar natuurlijk overal. En toen ben ik een beetje over hem gaan lezen. Nou ja, toen kwam ik erachter dat mensen eigenlijk helemaal niet dachten dat hij het zou kunnen. Dat hij heel graag, hij hield heel erg van dansen. Nogal ijdel, hij gaf graag feesten. Met veel eten. En toen dacht ik, ja, dat is dus ook. Dus de mens... Weet je wel? En hoe menselijk... Ik vind oorlog helemaal niet menselijk. Maar er zit dus wel één mens daar die zo'n leger leidt. En ik vind het fijn om dan in te zoomen op de persoon menselijk. Die daar Groenlo binnenkomt. Ja, wat jij eigenlijk ook deed met Helene Kruller. Ik begreep dat je Kruller Müller moet zeggen. Want anders word je... Ik mocht ook niet Helene bellen. Daar werd ik nog over gebeld toen ik dit aan het maken was. Daarom dacht ik, dan zeg ik toch Helene aan het begin. Ja, toen... Ja, ik word ook altijd Misha genoemd. En dat is eigenlijk altijd nog goed gegaan. Nee, Micha. Ja. Ja, nee, maar mensen zeggen dan Misha. En het is nooit dat ik dan in paniek raak of zo. Nee. Dus ik denk, ja, daar zit het hem niet in. Nee, maar ik dacht Kruller en dan Müller. Dat geloof ik zo. Oh, maar het is meer dat begreep ik dat je anders van, aan de hoogste paal... Als mensen enigszins weten waar je het over hebt, dan komt het wel goed. Heel even tot slot, want ik begreep, je hebt die hele lange trap van... Weet je kunstenaar? Nou ja, jij weet het natuurlijk. Nee, ik ben heel slecht in namen. Ik ben het weer vergeten. Want dat witte werk, die trap is eigenlijk dus gesloten nu. Want daar is iemand van afgevallen die heel hard naar beneden rende. Die was dood toch, of niet? Nou, heel naar verhaal. Het is een trap waar je in principe niet van af kan vallen. Dat heeft een soort naam in de architectuur, omdat hij zo... Maar als je hard genoeg gaat rennen, dan is dat toch voor elkaar te krijgen. En dat is dus gebeurd, dat is heel naar verhaal. Ja. Sindsdien hebben ze die hele afgezet met allemaal... dingen ertussen en mag je daar ook eigenlijk niet op. Ik begreep, de beveiliging raakte helemaal in een fit, omdat jij daar naar boven aan het rennen was. Nou, ja, dat was niet helemaal overlegd met de bewaking inderdaad. Ze kwam mijn meneer heel hard aangefietst. Wat vooral het probleem is dat ik die camera stond op mij. Ik heb heel erg last van mijn knie. Oh. En toen moest ik dat ding opknippen, maar die camera stond achter mij. Toen dacht ik, nu kan ik niet stoppen met rennen. Dus ik ben helemaal naar boven gerend. En de volgende dag trilden mijn benen helemaal. Dat was mijn straf. Hoe is het nu met je knie? Ja hoor, goed. Maar ik dacht, omdat jij zei, de beveiliging loopt de hele tijd 1 meter met me mee. Ja, nou ja. Dit was 's ochtends vroeg. Dat was die dag dat ik in mijn eentje daar rondliep in het park. Er was toen wel iemand, maar die was even om de hoek. En ik dacht van, oh, dan doen we dat eventjes. Ik vergat dat ik dat ook had moeten melden. Dat er overal camera's hangen, vooral daar, omdat ze als de dood zijn... Dat er iemand terwijl je kan daar helemaal niet meer van. Dat kunstwerk is eigenlijk om zeep geholpen, want het zijn allemaal dranghekken op en zo. Ja, het is helemaal het was een soort. Ja, en het is wel heel mooi als je bovenop. Een soort Jacobsladder, toch naar de hemel of zo? Wat ja, het is een mooi kunstwerk. En jij hebt ook een heel gaaf kunstwerk gemaakt. En Marieke ook. Dank jullie wel. Nou, bedankt. Erg goed, succes. Ja. Heel bedankt.